En ik ben Casper van der Laan. Voornaam Casper, achternaam van der Laan. Van der Laan, natuurlijk ooit bedacht door mijn voorvader. Mijn voorvader moest ooit een achternaam bedenken. Nou, die heeft waarschijnlijk aan een laan gewoond. En die heeft gedacht van, nou ja, dan wil ik ook Van der Laan heten. Want zo is dat met elke achternaam gegaan. Wim de Bakker. Nou, zijn voorvader zal bakker zijn geweest. Wat is uw achternaam? Van den Broek. Van den Broek. Ja, nou, misschien was hij de eerste die een broek droeg. Want dat was misschien nog niet zo gebruikelijk in die tijd. Wat een mooie, ja, je draagt zelf ook een broek. Mooi hoe dat in de familie is gebleven. Meneer, wat is uw achternaam? Tiemen. Tiemen, oké, snap je? Dus zo ging dat. Zo ging dat in die tijd. En dat zijn twee prachtige voorbeelden. Dat is een mooi voorbeeld van hoe dat ging. En zo ging het bij mij dus ook. En ik ben dus een Van der Laan. Mijn vader ook een Van der Laan. Mijn opa een Van der Laan. En de vader van mijn opa een Van der Laan. Het is echt iets wat bij ons in de familie generatie op generatie is doorgegeven. Ja, oh, en mijn vriendin, die heet dus Linda van den Berg. Dat is ook interessant. Dat is toch uit de tijd dat er nog bergen waren in Nederland. Linda Petra. Petra van de Berg. Ja, goed.